Look for a brake pedal. He cannot pin flat everywhere. We have a good start, all of us. And I was in the middle and he coming from the side. And I brakes, so I see this is no way. And he passed me in the front to, I think, must been Kuipers and Isaksson. That was a big bang. And I brake and went on the side of them. So that was, he must look on the television before he speaking. And Isaksson was angry on the last heat. And he was very slow. I think he bent his car when he take the start. So I was trying to overtake him everywhere. And I was on the side of him. And just when he was full side and I was full side, Jernberg coming to push me back. So I fly to Isaksson and of course he went even more and been angry. And this was the results, what cost me no brakes for 3 laps. Kent u hem nog? Oud rallyrijder Per Eklund. Het is wel leuk hoor dat hij nog steeds meedoet en nog steeds zo fanatiek is. Eklund verleert het nooit. We zitten in de slotfase van het seizoen en zijn afgereisd naar Polen. We hebben 3 verschillende klassen aan de start. We concentreren ons vandaag op de divisie 1, waarin u links de Nederlander Jos Kuipers wel heel ver naar buiten ziet gaan. En Kuipers verspeelt er eigenlijk mee een positie voor de finales. Het is een mooi kampioenschap. Het zijn de vette World Rally Cars. Het zijn mannen die zoveel pit hebben. En gelukkig zijn er dit jaar weer een paar jongens bijgekomen die er wel voor willen gaan. Die het gas soms net even iets langer ingedrukt houden. En dat levert gewoon hele mooie sportmomenten op. Het is ook zeker niet meer zo dat Kenneth Hansen dit jaar herenmeester is in het kampioenschap. Hans is overgestapt van de Citroën Xada World Rally Car naar de Citroën C4. De nieuwe auto van Citroën volgend jaar in het WK Rallys. Dat is een nieuwe auto. Die auto heeft kinderziektes. En die kinderziektes moet je overwinnen. De concurrentie, is het flauw om te zeggen, ze profiteren. Laten we anders zeggen, de concurrentie staat ook niet stil. En dus is het dit jaar echt een gaaf kampioenschap om te volgen. Er wordt hard gereden, er wordt spectaculair gereden. En het is close competition waarin best wel veel gebeurt. Dit is de finale van de wedstrijd in Polen, waarin we links zien Lars Larsson. Kijk, het is de vraag, wie heeft de langste adem? En dat heeft Hansen met de rode Citroën met startnummer 1 niet in de eerste bocht. Dan gaat het gevecht daarvoor tussen Lars Larsson met de Skoda, die dus de langste adem heeft. En helemaal rechts in beeld is het met startnummer 3, Sverre Isaksson. Isaksson is een man die al jaren meedoet en pas eigenlijk de afgelopen jaren met de Ford Focus naar voren is gekomen. En kijk hoe het duel zich vooraan afspeelt tussen de Ford van Isaksson en daarachter Larsson. We gaan een aantal rondjes waarin Larsson het moet gaan proberen op Isaksson. En daarachter de Citroën van Kenneth Hansen is die naar voren wil komen. Kijk, dit zijn van die bochten waarin veel geschoven wordt. En waarin Larsson met zijn Skoda zo vet ver wegloopt van de concurrentie. We kunnen het zo meteen nogmaals goed zien vanaf de onboardcamera. Isaksson probeert een gaatje te zoeken. Zet hem er hiernaast. Maar het is Lars Larsson die vooral bij het uitaccelereren van de bochten zoveel meer power heeft dan de Ford. Kijk maar, hup, daar gaat hij weer. Isaksson kan trappen wat hij wil, maar het is Larsson die voorlopig de langste adem heeft. Of is het, kijk, jip, daar gaat hij weer. Larsson heeft de betere auto op dit moment in het kampioenschappen. Is absoluut niet de man die de beste lijnen rijdt. Maar kijk, hier, Isaksson pakt hier de leiding over. Links in beeld, komt hij aan hoor. Miauw. Dan is het Lars Larsson die de overwinning hier pakt in Polen. En gaan we naar een geweldige slotfase toe van het seizoen. Het Europees kampioenschap Rally Racing. Binnenkort bij ons de slotwedstrijd van het seizoen. Maar het is Lars Larsson die de beste zaken doet daar in Polen. En de overwinning pakt. En Kenneth Hansen, hij zat er weer niet bij. Hansen had niet de beste aanvalstactiek in de eerste bocht van de wedstrijd. Larsson pakt zijn overwinning. En dan Jos Kuipers eindigt weer in de subtop, maar wil volgend jaar met zijn nieuw opgebouwde auto resoluut een aanval gaan doen op de titel. Wij laten ons graag verrassen.